Vandaag gaan we eitje pakken. Ik zet het vuur aan. En tot zo. Een hele aparte pino. Let op wat we nodig hebben. Wat we natuurlijk nodig hebben is... Ta-ta-ta-ta-ta! Brood. Oh yeah. En wat hebben we nog meer dan? Nog even kijken. Eieren. Tadaa. Wat hebben we nog meer nodig? Kastje dicht. Ha, natuurlijk een bord. Ik heb mijn bord nodig. Ik heb een bord. Ja. Die moet omheen. Even kijken. Wat hebben we nog meer nodig? En dan komt 3, 2, 1. Oh yeah. Een pan, jongen. Mooie coupon. Maar natuurlijk gaan we onszelf niet hiermee doodslaan. Alsjeblieft, coupon. Bevrijd me. Oké, we gaan lekker eitje pakken. Eitje pakken. Wat was eerst te doen? Eerst de boven. We halen de boven. Recht. Oké. Kijken, wat heb ik nodig? Potter! Ik zal je alleen maar verbinden. En dan sta je nog wat hier. Kijk eens, de kamer goed. Ja, ja, ja. Gaat goed. Volverwarmd. Oké. Dan kunnen we beginnen. Sommigen van jullie maken ook eitjes. Ik vind het allemaal prima bedoeld, veilig. Oké, genoeg gelikt. Je snijdt een stukje boter. Stop het in de pan. En tadaa, je hebt je eitje. Nee. Ruim je dit op, voor geval. Leg het in de koelkast. En nou pakken we zo, weet ik veel... Ik zal jullie nou even erbij pakken. Pakken! Dit! Ik vind alles prima. Wat je dan doet, als je het wat lekkerder wil maken. Oh shit. Ik sport hadden. Zit dit op mijn telefoon, hè? Ik zweer je. Want dan ga ik dat hele ding vermorselen. Dan moet je voorzichtig doen met mijn kabel. Blijven klutsen! Ah! Ah! Oké. Okay. Ik heb ver geklutst. Smuit je alle kaas erin. Het geraspte kaas. Eeuw. Het is schimmelkaas. Jongens. Het gaat... Ah ja. Allee, opnieuw. Eeuw, dat was ranzig. Nog een poging, dat ging mis. Wacht, ik bouw het even opnieuw op. Ik heb opnieuw gemaakt en nu gaan we dit erin smijten. Wordt van dat chemicaal spul, zodat het spoor, de boel wat lekkerder wordt. Hoe smaakt dit? Ah, best lekker.
Ja. Nou, gaat meteen goed. Wat je doet, kleine stukjes van salami, zorg dat het lang duren. Je gaat het prakken. Wat het lekkerste is, wat je moet doen, is je hebt brood. En wat je doet, je haalt het binnenste een beetje eruit. En dan krijg je dit. Smijt je natuurlijk weer erin. En dit gaat er natuurlijk bij. En als het een beetje goed gaat, kunnen we dit zo bla bla bla. Nou natuurlijk, als je natuurlijk slim bent, doe je gewoon wachten. En wachten. Dus ik check jullie zo wanneer de uit klaar. Oké, dit duurt veel te lang. Oké, dames en heren, goed luisteren. Ik ga een beetje een verhaaltje vertellen. Dat ik 12 jaar was en bijna de hele keuken dus dit stond helemaal blank. Dus alles stond op mijn hoofd. Wat er gebeurde, ik maakte een frikandel klaar uit de pan. Wat er gebeurde, de hele boel stond blank en de brandmelder ging af. De deuren moesten open, ja. Toen heb ik een tijdje met verband om mijn arm gezeten. Ik weet niet dat jullie dat nog kunnen zien. Maar voor jullie weten, voor wel op de duister hout, weten jullie misschien wel. Oeh, is het uitje bij de klaar? Denk op. Best lekker. Het eitje is bijna klaar. Het eitje is bijna klaar. Wat je doet is, de meeste, als je verstandig bent, wanneer het eitje klaar is, doe gewoon net als mij uit je ding klaar en de boel is klaar. En het uitje is klaar. En dan nu de smaaktest. Yo, moest even mijn lader aansluiten en ja. Hoppakee, tot zo. Hoppakee, de smaaktest wordt hier bereikt. Gaat het lekker wezen of gaat het fiets wezen? Dit is het allerlekkerste eitje wat ik ooit heb gehad. Maar ik wil jullie allemaal bedanken. Oh ja, het is lekker. Ik geef het een 10, een dikke 10. Abonneer op mijn YouTube kanaal en zou zeggen, gaat niet missen. En ik zou zeggen, wil je meer koopvideo's van mij wanneer ik wat maak, eitjes. Sorry dat ik alle eitjes maak, maar dat kan ik alleen. Ik wil je allemaal bedanken voor het kijken naar het video, naar mijn video. Abonneer en tot snel. Doeg! En abonneer op de duisterhout.